Ik heb een nieuwe single gemaakt, Santa Maria. En die komt eigenlijk pas 28 januari uit, maar het blijkt nu al best wel veel gedraaid te worden en aangevraagd te worden onder de mensen. Dus dat is, ja, dat is een goed teken, denk ik. Er zit ook een hele mooie clip bij. Ja, klopt. We hebben best wel uitgepakt qua clip. Dus een hele uitgebreide clip gedraaid in Deventer en in de Veluwe. Ja, ik vind het zelf echt heel erg mooi. Ja, mensen bepalen natuurlijk hoe mooi die is, maar ik ben er heel erg blij mee. De clip zijn we 's ochtends om 6 uur mee begonnen tot 's avonds 7 uur. En waarom zo vroeg? Nou, omdat het een beetje met het licht te maken had van in de Veluwe. We hadden speciaal licht nodig. Iets waar ik helemaal geen verstand van heb overigens. Dat is gedaan door Apex, een fantastisch bedrijf die hele mooie videoclips maakt. Maar Santa Maria gaat eigenlijk een klein beetje over een soort beschermengel. Die bij is als je verdrietig bent, maar die ook bij is als je gelukkig voelt. Eigenlijk iets wat heel veel mensen met zich meedragen. Een soort gevoel dat er iemand bij is. En daar gaat het liedje over. En waar word jij nou gelukkig van? Of wat is jouw Santa Maria? Mijn kinderen. Dat zijn mijn beschermengels. Door de vele reacties van alle mensen in het land die zeggen van ja, dit is een echt groot dameliedje. En toch hele leuke en mooie warme reacties gekregen van mensen. Dus ik denk dat we daar best wel uitgebreid mee doorgaan met het liedje. Dan komt er eind januari komt er ook een beste van uit. Dus eigenlijk een selectie van de afgelopen 10 jaar qua liedjes. Daar heb ik Selina de Straat zijn woning, Zigeuner Jonge en Alicia heb ik opnieuw opgenomen. Op die cd komt ook Santa Maria op te staan. En dan verder mag ik in maart nog mee met de Tros naar Oostenrijk. En ik ga heel veel optredens doen en ik ga zoveel mogelijk onder de mensen zijn. Dat is hetgene dat ik mij het gelukkigste voel.